We staan hier bij HKZ op de Maasvlakte. Vissersmit Hanop gaat hier een bundel van 7 PE's intrekken in de stalen leiding hier achter me. En daarna gaat de stalen leiding onder de grond en onder het water door naar de andere kant. Dat is een verbinding vanuit zee, Windmolenpark, naar een tweetal stations hier op het land. De uitdaging in dit project is op de juiste materialen, prijstechnisch goed in te kopen, kwalitatief goed, maar ook om het op het juiste moment te krijgen. We hebben voor dit project een PE geleverd van ongeveer een kleine 22.000 meter. Het is een boring van bijna 1500 meter. Daar hebben we 10.000 meter SDR-11 voor nodig. En voor de sleuf hebben we nog ruim 12.000 meter nodig. Een belangrijke eigenschap is dat het 100% virgin materiaal is. Ook door en door. Dus een goede dichtheid. En dat is belangrijk voor de trekvastheid van de buizen. We hebben buizen van 20 meter geproduceerd omdat vissers met Hanop strenger maken van 1500 meter. En als je dan buizen neemt van 20 meter, heb je minder stuiklassen nodig en dat is meer kostenefficiënt. Logistiek gezien is het heel belangrijk dat je meedenkt. Het is natuurlijk een behoorlijke onderneming. Het zijn 24 vrachten die geleverd moeten worden. Ik ben ook bezig kijken hier op de locatie om te zien hoe het logistiek voor elkaar konden krijgen. En daarnaast heeft Dijken ook meegedacht aan de kwaliteit om die 70 graden die wij dan eisen vanuit het bestek om daaraan te kunnen voldoen. En ook het totale aantal buizen wat gevraagd werd kon Dijken leveren, ook qua levertijd. Dat was ook heel erg belangrijk. Dijken kon voornamelijk voldoen aan de kwaliteit en aan de levertijd. En daarnaast hadden ze ook nog een interessante prijs. Ja, de samenwerking tussen Vissersmit Hanop en Dijken is erg goed. Wat ze erg belangrijk vinden, dat we snel reageren op hun vragen. Dat we meedenken in oplossingen. We zijn flexibel, ook in een uitvraag. Soms moeten zaken heel snel geregeld worden. En omdat wij natuurlijk een producerend bedrijf zijn, zijn we daartoe in staat. De samenwerking met Dijken is heel goed. Prettige, korte lijnen, goede communicatie. En ze kunnen heel erg snel schakelen. Ik vind het een fijne partij om zaken mee te doen.